China streeft ernaar om een grotere zeggenschap te krijgen in het IMF. Ze, zullen, ze zien dus ook dat dat betekent dat ze zich wat soepeler moeten opstellen, bijvoorbeeld ten aanzien van het wisselkoersbeleid, ten aanzien van het internationale kapitaalverkeer. Maar ik denk dat het beleid, het binnenlandse beleid, ten aanzien van de eigen financiële sector, dus de snelheid van de hervormingen en de aard van de hervormingen, daar zullen ze zich weinig aantrekken van, van deze adviezen. De IMF begint eigenlijk met een diepgaande analyse van het financiële systeem. Ze hebben daar een jaar met een straf van 25 mensen gezeten, echt diepgaand onderzocht. En ze merken op dat het financiële systeem in China de afgelopen jaren sterker is geworden, gezonder is geworden. Maar ze zien tegelijkertijd dat een aantal oude zwakheden, met name door de internationale crisis, weer de kop opsteken. En daar wijzen ze op. Een van die zwakheden, er zijn er een aantal, maar één van die zwakheden is dat ze vinden. Dat bij het stimuleren van de economie de Chinese overheid weer te veel gebruik maakt van dat bankwezen. In plaats van van de eigen instrumenten zoals ze dat in de markteconomie gewend zijn. Dus het bankwezen in China is eh, tijdens de afgelopen drie jaar eigenlijk geïnstrueerd om, om meer leningen te geven, met name aan lagere overheden. En door die lagere overheden zijn die leningen gebruikt voor infrastructuur, voor, voor eh, grote projecten, werkgelegenheidsprojecten. En eh, soms via de balans. Door een directe kredietvergroting, maar zo, soms ook buiten de balans om. En de angst van het IMF is dat er op die manier weer slechte leningen opgebouwd zijn. Die in de nabije toekomst tot instabiliteit en risico's leiden. En dat is iets wat China tien jaar geleden heeft, heeft gehad. Maar toen hebben ze dat geherstructureerd. En, en nu dreigt het weer de kop op te steken. Dus die aanbeveling van de overheid zou zich wat minder, wat meer afstand moeten nemen van het bankwezen. En zich wat meer eh, marktconforme instrumenten moeten aanmeten, dat is een hele belangrijke. Eh, tegelijkertijd zeggen ze dan, als dat bankwezen wat losser komt te staan van de overheid en wat zich wat commerciële gaat inst eh, instellen, dan is het van belang eh, dat ze zich meer gaan instellen, ook op schokken. Eh, de bestedingen, de groei van de binnenlandse bestedingen in China die eraan zit te komen, die vraagt dat het bankwezen, maar ook de financiële sector als geheel. Uh, wat een wat, uh, wat meer gevarieerd aanbod van financiële diensten aan kan bieden. Dus niet alleen maar simpele bankleningen, maar ook langlopende kredieten of, 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 of financiële adviezen en dergelijke. Uh, wat denk je dat China met deze aanbevelingen gaat doen? Uh, China zal uh, die aanbevelingen te harte nemen. Maar ze zullen ook fijntjes opmerken dat dankzij de overheidsinvloed in het financiële systeem. Iets wat ze van het Westen dus eigenlijk niet mogen, en dat ze toch eens een grote mate van stabiliteit tot op dit moment hebben kunnen bewerkstelligen. En ze zullen even fijntjes opmerken dat dat in het Westen even iets anders is gelopen. Dat daar de overheid juist heeft moeten, moeten ingrijpen. En dankzij dat grote stimuleringsprogramma is, is de motor van de wereldeconomie wel draaiende gebleven. En ik denk dat de Chinezen, wat dat betreft, hun eigen weg zullen kiezen. Ze zullen, de financiële sector is een strategische sector. De financiële sector is altijd door de overheid gebruikt om politieke doeleinden te realiseren: industriepolitiek. En dat zullen ze niet loslaten. Dat blijft gewoon een, een absoluut kenmerk van het Chinese model: staatsinterventie, staatseigendom in de financiële sector. Ze zullen wel. Dat die andere aanbevelingen, die bijvoorbeeld gaan over hoe ga je om met, met, met risico's en met externe schokken, die, die groter kunnen gaan worden als je, als je groeit en als de binnenlandse bestedingen belangrijker worden. Um, ik denk dat ze daar wel iets mee gaan doen. En met name het hele uh, framework van, van toezicht, uh, systeemtoezicht, niet alleen maar individueel toezicht, maar systeemstoezicht. Daar, daar, daar zullen ze de komende jaren een, een, een verbetering gaan doorvoeren.